een focus op het bestrijden van corruptie, voornamelijk een onderdeel van het algemeen vervolgingsbeleid. En dat is prioriteit. Nee, dat is hoge prioriteit in mijn regeerprogramma. De vervolging van corruptiezaken zal moeten worden geïntensiveerd met het instellen van een speciale aanklager. En de procureur-generaal heeft reeds toegezegd dat de eerste stappen daartoe reeds zijn gedaan. Wij hebben dat al doorgepraat met de president en wij gaan eerder voor een unit, waardoor meerdere vervolgingsambtenaren met een ondersteuning tegelijkertijd werkzaam kunnen zijn in het kader van het aanpakken van corruptiezaken. Maar het is corruptie plus. Het betreft ook de fraudezaken. Alle strafbare feiten die uiteindelijk tot doel hebben dat criminelen zich bezighouden met deze feiten alleen maar om eigen gewin. Zichzelf te bevoordelen ten nadele van de staat of van parastatalen. Daar gaan we vanuit een unit aanpak. Daar heel veel aandacht aan geven. Dus een unit in plaats van één speciale aanklager? Ja, wij gaan inzetten op meerdere aanklagers, zodat zij als team werkzaam kunnen zijn en elkaar kunnen voeden met inzichten om te komen tot het goed ophelderen van gepleegde corruptiezaken. We zullen ook de mogelijkheden moeten bekijken van het afpakken van crimineel vermogen, om ervoor te zorgen dat misdaad niet langer loont. En dat we boeven moeten raken waar het hun pijn doet. En dat is hun portemonnee. Dat is hun crimineel vermogen. Dat is hun kapitaal. Dat moet afgepakt worden. En als we daarvoor wetten moeten aanpassen, dan zullen we dat moeten doen. En als we daarvoor internationale bijstand moeten inroepen, dan zullen we dat ook moeten doen. Dat is wat wij het volk van Suriname hebben beloofd. De president had het over een get them where it hurts, het geld. Ja. Dat is ook iets dat u al jaren roept, hè? Ja, exact. We hebben in 2002 de wetgeving gehad ter ontneming van wat wij in wetstermen noemen het ontnemen van het wederrechtelijk verkregen voordeel. Dat betekent dus hetgeen in strijd met de wet is verkregen langs criminele wegen. En wij hebben al sinds toen op weg naar nu gezegd, daar moeten we meer werk in verzetten. Niet dat we dat niet hebben gedaan, maar nog, het is onvoldoende en we gaan nog meer moeten doen. Maar daarnaast hebben we wereldwijd ook een aanpak vanuit de fiscus. Waarbij de fiscus ook interventies kan plegen bij vermogensaanwas. Bij individuen of rechtspersonen die niet te verklaren zijn. Dat de fiscus individuen en rechtspersonen kan vragen. Doe een opgave hoe je aan je vermogen bent gekomen. Nou, zie daar mogelijkheden voor Suriname. En wij hebben reeds gesprekken gevoerd met de verantwoordelijke bij de Belastingdienst, de pas aangestelde inspecteur bij de Belastingdienst. En we hebben al afspraken voor de eerste week van oktober om deze gesprekken voort te zetten, om te komen tot een samenwerkingsverband voor uitwisseling van informatie waarmee we onderzoeken kunnen initiëren.